Believe me, this is good. Wie is het? Hallo lieve mensen. Vandaag weer een ouderwetse eetvideo, want daar had ik zin in. Ik ga het dieet volgen wat precies bij mijn sterrenbeeld past. Echt iedereen en zijn moeder om me heen is tegenwoordig met astrologie en sterrenbeelden bezig. En apps en dingen en memes en ik zie het overal voorbij komen. En ik ben de beroerdste niet, dus doe gewoon gezellig mee. Want wat is nou de belofte? Als je eet wat bij jouw sterrenbeeld past, dan zul je gewoon beter voelen, beter in je sas, beter aligned en ja, dat soort dingen. Ja, klinkt goed, ik wil het. Nou, ik ben 10 januari geboren, wat betekent dat ik steenbok ben. Dus ik ga nu eerst eventjes wat quizjes doen en wat research om te kijken wat er nou precies bij mij past. En dat ga ik gewoon gedurende de video vertellen. Leuk hè? En stay tuned natuurlijk voor de conclusie om te kijken of ik helemaal een vernieuwd en lekker in mijn vel persoon ben geworden na deze week. Oké, ik ben dus research aan het doen. En het blijkt dat je echt je hele leven kan laten bepalen door je sterrenbeeld. Hoe je je kleedt, met wie je date, hoe je je dag indeelt, hoe je je fucking veter strikt. Nou, en hoe je moet eten volgens je sterrenbeeld zijn ook echt duizenden bronnen voor. En hoewel er echt wel wat overeenkomsten zijn, zijn er ook nogal wat verschillen. Hier bijvoorbeeld een uitgebreide test die ik net heb gedaan. En daar komt dus uit dat ik biefstuk moet eten. Maar ik ben steenbok en ik ga natuurlijk niet een van mijn verre familieleden eten. Ondanks dat ik misschien vrij rond mag rennen en huppelen en dat zij in een stinkend betonhok zitten. Daarom ga ik voor de vega aanbevelingen van PETA. En dat betekent dat ik vooral dingen als rijst, kool, mais, aardappels, soep, thee, pinda's, vijgen, lijnzaad, allemaal van die aardeproducten. Want ik ben ook een aarde, zeg je dat zo? Earth, ja, ik ben een earth sign, aarde sterrenbeeld. Alleen staat er ook avoid rich and heavy foods en spicy foods. Snap ik het niet meer. Nou goed. Avoid chocolate? No! Weet geen chocola. Zo, ontbijt. Een van de dingen die steenbokken graag doen, is de dingen eten die ze vroeger ook altijd al aten. Dus ik quote even. Traditional people who know what they like and prefer to eat the things they've eaten since they were children. Nou, ik at vroeger vet vaak yoghurt met appel. Zie je hier, al heb ik dan sojayoghurt gebruikt in plaats van gewone yoghurt. En ik deed er dus ook altijd rozijntjes en nootjes en zo in en een beetje muesli. En ik heb nog kaneel en kruidenmixen toegevoegd. Want dat heb ik geleerd toen ik me in ayahuasca, nee niet ayahuasca, ik haal ze alle door elkaar. Ik bedoel Ayurveda. Toen ik me in Ayurveda ging verdiepen, want daar wil ik eigenlijk ook nog steeds een experiment mee doen. Dus een week eten volgens Ayurveda. En ik was benieuwd of jullie dat ook wellicht interessant vinden. Want ik vind het heel interessant. Het is echt heel veel werk nog om dingen uit te zoeken. Maar ik wil het nog steeds wel doen, want ik zie er wel wat in. Goed, ik ga dit lekker eten. En jullie niet. Oké, ik ben dus deze week zoveel met astrologie en sterrenbeeld en al dat soort dingen bezig. Dat ik inmiddels me wel afvraag eigenlijk wat mijn vrienden, of die daar iets mee hebben. Want ik heb het er eigenlijk nooit echt over met ze. Misschien heeft dat een reden, ik weet het niet. Maar ik dacht, ik ga gewoon een aantal mensen appen.
En dan vraag ik of ze in één foto of selfie of gifje of whatever willen duidelijk maken wat hun gevoel of idee is bij astrologie. Dus hier komt een samenvatting. Nou, ik ben dus helemaal aan het trillen omdat ik 2 koffie heb gedronken. Het is 1 uur en ik heb nog niet echt gegeten. Koffie met plantaardige melk overigens, want ik mag dus geen zuivel. Nou, komt dat goed uit, want dat eet ik ook niet eigenlijk. Maar ik ga wat eten en ik heb dus deze Oosterse salade nog, die niet pittig is, maar wel met zwarte rijst. En dat is goed voor mij. Dus, oké. Opdat jullie er ook wat aan hebben in deze video, dacht ik misschien is het leuk om van ieder sterrenbeeld eventjes 1 zin voor te lezen wat over jou gaat en over hoe je dus moet eten. Dus laat even weten in de comments of het ook daadwerkelijk waar is. Oké, komt ie. Maagd. Voorkeur voor gezond. Weegschaal. Kan geen keuze maken. Schorpioen. Houdt van verwennerij. Boogschutter. Voorkeur voor exotisch. Steenbok. Gaat voor het bekende. Waterman. Probeert graag iets uit. Vissen. Houdt van romantisch. Ram. Geniet van pittig eten. Stier. Eet veel van alles. Tweeling. Voorkeur voor hapjes. Kreeft. Houdt van comfortfood. Kom op zeg, wie houdt er nou niet van comfortfood? Leeuw, voorkeur voor luxe. Dat was hem. Laat even weten. Ik ben benieuwd in hoeverre dit klopt. Wij gaan dus nu iemand ontmoeten die recentelijk pas haar sterrenbeeld heeft ontdekt. Ra, ra, ra. Wie is het? Vroeger had ik ook... Ik wilde zeggen, vroeger had ik vet veel ijsjes, dus het is vet goed nu. Ik doe het dieet dat ik eet volgens mijn sterrenbeeld. Maar steenbokken die eet altijd heel erg wat ze vroeger ook aten. En dat is ijsjes. Bullshit. Nou, het was zo fijn om Masha en Gregor weer te zien en natuurlijk Mila voor het eerst ontmoeten. Echt heel leuk. We hebben lekker gewandeld en gegeten. Maar ik zit dus nu in mijn CoStar app te kijken. En dat is een app waar je moet invoeren hoe laat je bent geboren en zo. En dan kan je echt precies zien hoe de manen en de planeten en zo dan staan op het moment dat jij bent geboren. Dat heeft dan allemaal effecten op. Ik snap het allemaal niet. Maar in ieder geval, het motto vandaag voor mij is: do your best, fuck the rest. En allemaal dingen die eigenlijk wel echt precies toepasbaar zijn op mijn leven. Doen ze met dat motto dan dat je je best moet doen om seks te hebben met zoveel mogelijk mensen vandaag? Is dat het doel? Want dan heb je nog een hoop in te halen, denk ik. Ik denk dat dat de enige logische uitleg is. Ja, toch? Doe je best, fuck the rest, all of them. Ja. Nou, ik wil jullie toch nog meer geven. Ik heb de behoefte om nog meer te geven. Dus ik ga jullie mijn nieuwe favoriete pasta saus recept geven. En ik zeg saus, maar het is eigenlijk meer een soort van pesto. Maar ik vind het echt heel lekker en ik eet het echt schandalig vaak. Nu komt dat goed uit, want ik lees op de Libelle, of all places, dat steenbokken heel erg van pasta houden. Dus, ik moet wel. Dit hoort bij mijn experiment. Recept in 3, 2, 1. Oké, we verwarmen wat olie in een pannetje. We snijden 1 knoflookteentje en de cherry tomaatjes. En dat flikkeren we allemaal in het pannetje met wat peper en zout. Easy. Vervolgens prepperen we de rest van de saus. En dat is in feite de walnoten. Ik doe het in een klein blender dingetje. Maar het kan in een keukenmachine, het kan in whatever. Daar doen we wat chili vlokken bij. Daar doen we wat gedroogde basilicum bij. Peper, zout. Wat rasp van een citroen. En een beetje citroensap.
Vervolgens een half blikje met zongedroogde tomaatjes. Alle hoeveelheden staan trouwens in de videobeschrijving. Het helemaal het recept. Dus no worries, je hoeft niet mee te schrijven. Natuurlijk ook nog een teentje knoflook. Super mooi prutje. Hier doe je vervolgens de tomaatjes bij als ze goed lekker aangebakken zijn. En dan heb je in feite je saus. Gaat hier even een kat over zijn nek. Eet smakelijk. Nou kijk, en dit is dan je heerlijke saus. Daar hoef je alleen nog even pasta bij te koken. Misschien de saus opwarmen. Eigenlijk moet je de walnoten ook nog eerst aanbakken. Dan krijg je natuurlijk extra smaak, maar ik ben daar vaak te lui voor. Believe me, this is good. You're welcome. Wat vond ik er nou van? Ik vind het ten eerste totaal niet erg om elke dag hetzelfde ontbijt te eten. Zo'n persoon ben ik wel. Ik vind dat ergens wel rustig en prettig of zo. Ik ben ook heel nostalgisch ingesteld. Dus alles wat met vroeger te maken heeft, vind ik altijd enig. Aan de andere kant ben ik ook wel een persoon die heel erg houdt van nieuwe dingen proberen, nieuwe dingen eten. Dus dat ruimt dan weer niet. Al met al denk ik dat de adviezen voor mij, voor Steenbok, eigenlijk best wel goed zouden zijn. Misschien vindt mijn maag het ook wel eens prettig als ik niet allemaal gekke dingen erin stop. Niet dat ik nou elke week ballen van een stier probeer of zo. Of sprinkhanen, maar je snapt het. Kortom, ben je geïnteresseerd? Probeer het gewoon eens met de adviezen die je bij jouw sterrenbeeld krijgt. Wat je verder doet met astrologie en sterrenbeeldenschissel, bepaal dat lekker zelf. Ik ken best wel mensen die er heel veel houvast en kracht uithalen. Dus hoe mooi is dat? Go them! En zo niet dan niet. Eind goed, al goed. Tot de volgende keer!